een beetje? Ja, het gaat best goed. Wij zijn hier vandaag een beetje op aard om de mensen te leren vergeven. Middels een Polonaise. En dat werkt super. Kunnen ze nog gelijk een beetje Polonaise, hè? Dat kunnen ze heel goed. Schaikskerk, Polonaise, paplepel. Geen enkel probleem. En die fles die helpt er ook bij, of niet? Ja, ik vergeef iedereen zijn zonde. Maar dan moet ik zelf elke keer, ja, dat is overmacht, kan ik niet. Kun je niks aan doen? Ja, dat moet ik zelf eens een keer. Sterk. Ja, dankjewel. Clubjes op het podium staan met twee prachtige creaties. Dat mag zeker gezegd worden. We hebben aan de ene kant natuurlijk CV Twitwa, vervent wagenbouwers, daar ook het hoogste van het hoogste bereikt. En al jarenlang een hele mooie deelnemer bij de grote loofgroepen en ook titelhouder. Jazeker. En aan de andere kant, oh wacht, natuurlijk het idee nog even noemen, met Moestans Carnaval al 66 jaar een dolle boel. Je ziet de boel zelfs op het podium staan. Kijk, dat is gewoon. Dat is echt een dolle boel. Onder u. En aan de andere kant hebben wij Mono. Of jullie worden ook nog Wabbel genoemd worden. Alles is goed. Oh, dat is handig. Denk het liefst. En ook een prachtig idee. Moet wel Rick spieken. In onze kerk geen manège. Wij lopen er de Polonaise. Kijk. Dat is altijd een goed idee. Ja, inderdaad, gewoon even ingevraagd, er zijn nog wat details, want dat was er ook echt een prachtige creatie. Helemaal van hout het wangetje gemaakt, ook nog, ja, ik heb een hele presentatie ook van gehad, hè, op de juryvergadering. Met ook voor detail, ook nog het glas in lood, zoals het ook in de echte Sint-Antonius-alt is, daarop gebaseerd. Ja, het was prachtig, mooie vaandels, ja, twee schitterende loopgroepen, het was echt genieten, het was echt mooi. Maar goed, jullie weten nou wat er gaat gebeuren. Hè? Er kan er maar één winnen. Maar voordat we dat bekend gaan maken, dan moeten toch die knietjes ergens in die confetti gedekt worden. Dus jullie moeten allemaal op de knieën.
mee! En kan drie, grote looproepen. In de grootste, de schoonste, de mooiste optocht van heel de wereld, nummer 2. Nummer 1, grote Brussels optocht 2024. Wow, now!